dit eigenlijk niet verklappen, maar goochelaars gebruiken wel eens speciale kaarten. Weet je dat? Dat mag ik niet zeggen. Misschien. Oké. ik heb een leuk idee. Maar hoe kom je aan speciale kaarten? In de goochelwinkel. Maar ja, wij moeten die ook ergens vandaan halen. Wij maken ze namelijk zelf. Echt. Wij maken die zelf. Ik zal laten zien hoe wij dat doen. Op het moment dat jij ons belt. Ik zeg, ik heb een speciale kaart nodig. Zeggen wij, oké, maken we. Dan sturen we op. Stel voor, je hebt een aantal tienen. Stel voor, je hebt een ruitenteam. Je hebt een schoppenteam. Je hebt een klaverteam. En je hebt een harteteam. Stel voor, hè. Stel voor dat je ook een aantal witte kaarten hebt. Dan kun je dus van die witte kaarten, wat kun je eigen kaarten maken. Je kunt erop tekenen, maar wij doen dat professioneel. Wij zijn professioneel. Dus als wij een ruiter 10 willen hebben bijvoorbeeld, pakken wij een witte kaart en een ruiter 10. Wij wrijven erover en dan maken wij een ruiter 10, zie. Als wij een schoppen 10 willen hebben, pakken wij een witte kaart en een schoppen 10, zie. En dan maken wij een schoppen 10. Maar soms zeggen mensen, ja, heb jij kaarten zonder achterkant? Ik zeg, hoe bedoel je? Dat de achterkant wit is. Maar die is wel. Ja, maar dat kan ook, dan doe je gewoon dit, zie je, dan kun je bijvoorbeeld, dan kunnen wij met een witte kaart de achterkant weghalen. Dus we kunnen in principe alles. Of iemand zegt, kun jij kaarten maken, twee kanten hetzelfde? Even kijken, dat kan. Kun je bijvoorbeeld ook dit maken, zie. In principe is alles mogelijk. Kan je ook meerdere kaarten op één... Ja, zoveel valspelers. Kun je dit bijvoorbeeld doen, zo, dit. Achterkant. Klaar. In principe is het, whatever, wat je wil. Oh, je zou, hebben hier, ik moet andere kleurtjes, misschien is ook wel grappig. Je kan ook zien. Of je kan, in principe neemt alles, het neemt gewoon het beeld eigenlijk aan van alles wat hij ziet. Dus in principe, als je bijvoorbeeld een kaart hier lang genoeg boven zou houden zelfs, neemt hij ook dat allemaal aan. Hij neemt gewoon eigenlijk alles, neemt hij aan, wat hij ziet. Dus dit is printing. En dit is printing new edition. Nou, printing is al heel oud. Verkoop al naar het begin. Wat is er nieuw aan deze printing? De finale. Normaal was de kaart. Dus deze die ik nu bedrukt heb met de foto van al deze kaarten hier, zeg maar. Die is normaal, werd het doosje. Leg je op het doosje, werd die bedrukt. En nu is het een foto van al deze kaarten. Dus je hebt geen doosje meer nodig. Je kunt gewoon... in een mapje steken. Want het nadeel van het doosje was, ik heb jaren zelf gebruikt, dat je 8 kaarten in een doosje had zitten. En waar je het ook gaat gebruiken, dat doosje wordt steeds platter en platter, omdat er altijd maar 8 kaarten in zitten. Dus nu heb je echt alleen nog maar deze kaarten nodig. Nou, de moeilijkheidsgraad is echt super simpel. Dit was nog de versie die valt onder de advanced versie. Maar op de DVD lees je wel beginners als een versie voor gevorderden, zeg maar. Dit is de verpakking. Printing. L'imprimé. Krijg je compleet met de kaarten en de DVD. 24,95. DVD is in Engels nagesynchroniseerd en in het Frans taal ook nog. Maar Engels vind ik handiger. Ja, printing. Mooi effect. Verbaast mensen altijd. Oh ja, mensen zeggen, mogen we de kaart onderzoeken? Dat mag. En echt, mensen pakken de kaarten, gaan even wrijven. Tuurlijk gebeurt er niks. Dat is altijd een leuk effect. Gebruik hem zelf al jaren printing. New edition.